En hallo iedereen, welkom terug bij een nieuwe Pixelmon op Biotaal. En ik ben de gast hier, Jordi, hier samen met... Jori. Die gozer dus, die ene gozer van Biotaal. Ja. In ieder geval, we gaan eerst naar de intro. Dus Jordi, wat hadden wij vorige episode gedaan? We hebben vorige episode tegen elkaar gevochten en toen heb wie jij gewonnen. Ja, zeg het nog maar zo. Fuck jou! Wie heeft er gewonnen? Zeg maar gewoon even heel hard. Je penis. Ja, precies. Maar dames en heren, zoals jullie kunnen zien, we zijn weer met z'n tweeën. Want iemand is er weer niet bij en je weet eigenlijk al direct al wel wie. Fucking, wat was hij aan het doen? Aan het leren ofzo? Nee. Hij neemt zijn XXL gameplay op, dat is het. Zegt hij altijd tegen ons. Precies. Ja. Nou, misschien dat hij nog langskomt ofzo, weet ik niet. Nee, ik denk het niet. Ik denk het ook niet. Anders denken mensen dat het heel erg ingestudeerd is, maar nee, dat is niet zo. Rick komt niet. Is dit ingestudeerd? Nee. Rick, dit is Q, Rick! Nee, ga weg! Ik was net even de XXL gameplay aan het opnemen. Ik dacht, hey, man, kom even langs. Hey, hoe is het, man? Nee, maar we willen je helemaal niet. En de Oscar voor acteerwerk gaat naar... applaus. Ja, very nice. Woo! Oké, Rick, pak je Pokémon en kom naar ons toe, bitch. Ja, ik weet dus niet hoe dit werkt, weet je? Ja, gewoon. Nou, je begint gewoon hetzelfde, zeg maar. Je kiest een spawn Pokémon, je kiest gewoon een Pokémon en dan kom je naar ons te lopen. That's komt die ook weer uit je bal? P, toch? Of zo? Ja, nee, R. Het is nu R geworden. Ja, ik dacht ook P, maar... Oh, cool, met een geluidje! Ja! Waar zijn jullie? Ergens anders. Kut! Ja, bij het Pokémon Center, zeg maar. Ja, hoe moet ik nou weten waar dat is dan? Ja, dat is wel een leuke vraag. Okay. teleporteren of zo? Rick, jij kan heel goed coördinaten lezen, toch? Ja, perfect. Oké, perfect. Komt-ie! Ja? En... Je dat niet de ping laten zien, of de IP van de server laten zien, hè? Nee, ja, laat me zien, joh. Gezellig. Gewoon helemaal niet. Oké, nou dat is nog 500 blokjes voor mij, dus dat is gezellig. Ja, het is een einde van de aflevering. Nee, joh, 500 blokjes, man. Ben je zo. Kut! Heb je nooit DC gespeeld? Jawel. Nou, dan loop ik 2000 blokjes om iemand te vinden. Maar ik vind het echt vet trouwens, die nieuwe Pokémon die ik nu allemaal zie. Ja, dus alle Pokémon zijn toegevoegd van de eerste generatie. De tweede generatie komt in de volgende update. Oké, vet. En zeg maar, alle Pokémon die droppen nu ook zeg maar wat, respectief naar hun... Het is ook alle geluidjes? Ze droppen nu zeg maar bijvoorbeeld, je hebt bijvoorbeeld Pokémon die droppen dan Gunpowder of Feathers of wat dan ook. Dus dan de normale dingen zeg maar, zoals koeien, die zitten er niet meer in. Oké, en ik heb hier een boom met zo'n grassteen erin, moet ik die even meenemen voor jullie? Ja, die hebben we al, is goed. Dus maar neem maar gewoon mee. Doe maar. Welke Pokémon heb je gekozen? Heb je daar een pickaxe voor nodig of zo? Ik heb een Squirtle. Als je een Eevee had gekozen, dan was die nu geëvalueerd. Ja, dat is echt... Nee, dat was wel een goede keuze geweest eigenlijk. Ja, dan had ik hem kunnen laten evalueren. Nee, ja. Dat is stom. Bardo is erbij. Bardo is er buiten. En iemand anders. Electropass is ook buiten. Hebben jullie Snorlax Bardo genoemd? Ja. Zo voorspelbaar. But why not? Ja, weet je, YOLO, hè. It's so very easy, but so very effective. Weet je, mensen lachen alsnog van, de Snorlax en Bardo, hoe grappig. Ja. Mensen dat wel in die chat, weet je, of in die comments, dan kunnen wij het maar beter zeggen. Ja, dat is grappig. Anders is het top Reddit comment sowieso en noemde Snorlax Bardo, broer, kom op. Ja, gaan we vangen trouwens en dan Bardo noemen, dat sowieso. Wij gaan sowieso wel allemaal een Bardo vangen, weet je. En dan komt Bardo eens een keertje langs en dan vallen we hem aan met onze drie Bardo's, weet je. Mag ik dan ook een Ekans vangen en een Serpent gameplay noemen voor dikke zelfpromotie? Ja, er is dus een manier hoe je ze kan nemen, zeg maar, die dingen. Maar ik heb nog momenteel niet gevonden hoe je... Was dat niet in de computer? Nee, je moet dus een bepaald item maken, als het goed is. Oké. Maar over items gesproken, wij zouden dus eigenlijk ijzer gaan verzamelen. Dat doe ik wel met mijn skills. Maar dat is niet leuk. We moeten gewoon met z'n allen ijzer gaan verzamelen. Oké, ik ga even naar jullie toe ondertussen. Ik heb even gewoon een pickaxe gemaakt, zodat ik dat ding kon minen. Nee, dat moet je met de rechtermuisknop doen, Anus. Die steen? Ja, die steen. Ik dacht, maak even een stone pickaxe, gewoon voor de zekerheid, want anders kan hij waarschijnlijk niet kapot. En hij is nog kapot gegaan, denk ik, toch? Oh nee, hij ligt daarboven. Ik heb hem. Nee, je bedoelt die soort stenen. Je bedoelt dus een grassteen gewoon echt. Een grassteen, ja. Ja, oké. Wat we moeten doen... Goud erin. Laten we volgende episode gewoon gaan mijnen. Ik wil deze episode eigenlijk gewoon even eens een betere Epicorn farm maken, want het is gewoon kut. Het is gewoon kut. Gewoon kut. Hé, die muziek was episch, man. Ik heb niet zo... Hebben ze nog Pokémon muziek in deze game? Nee, geen Pokémon muziek. Jammer. Zeg maar... Non-copyrighted muziek hebben ze zelf gemaakt. Omdat het anders was... Er zat twee grote Nidorant bitches daar zo, man. Jezus. Wow, weet je ook weer, die bitches? Die grote... Grote stekjes. Wat, die grote... Kangaskhan.
Kangaskhan. Oh, waar? Dat is wel awesome. Rechts van het Pokémon Center als je naar buiten komt. Als je naar buiten komt, rechts van het Pokémon Center. Oké. Want wij zijn nu een beetje aan het rondkutten terwijl Rick... Oh, daar staan ze. Wow, die TBS is een tering groot. Maar Jeroen en ik zijn hier maar een beetje aan het rondkutten totdat Rick er is. We moeten wel iets doen. Jongens, doe wat. Verzamel de vrouwen. Nou, jullie laten wij dan... Assemble the women. For they are to be naked in our video. Gives us more views, gives us more essence. It's all for the better good. Oké, wat gaan we doen? Wij gaan even snel, we moeten even een stenen spade maken. Ik maak even twee stenen spades en we gaan even wat uitgraven. Ja, vind ik. Even iets uitgraven, jongen en meisjes. Hey, mijn huis. Wil ik trouwens Epicorn die onderweg tegenkomt meenemen? Graag mijn naam, dat zou uit. Doe maar, we hebben best wel veel, maar doe maar. Gaan we alles niet uitgraven? Laten we hier zo... Ik ons ook items geven. Een Ditto! En Ditto, maak het! Kill de Ditto! Quick attack! Oh, kan die ook transformeren? Wacht, kan die transformeren? Ja, tuurlijk. Wat is waarom is die Drowsy zo klein? Ik heb een mini Drowsy. Cute. Hij zei, transform werkt nog niet. Dat is een just avond. Like your penis, Rick. Just like your penis. Ja, net als een penis. Een kleine penis is echt wel schattig, weet je wel. Ja, dat wel. Maar dan krijg je wel medelijden met die persoon en dan wil je extra veel seks met hem. Ja, ik ken zo, maar. Zo werkt dat. Ja, ik ken dat ook met mannen. Weet je, als ik een man zie met een kleine penis, wil ik direct seks met hem uit medelijden. Oh, daar moet je van je, Jordi. Ja, give me the slimes! Oh my god, ik had de slimes. Ah, wat stel je met slimes? Jullie hadden het over dingen zoals Pokémon Centra. Ja. Spannen die dan ook echt? Ja, die spannen. Oké, top. Ik heb hier een huisje gevonden trouwens in de desert. Zal ik hem even looten ofzo? Looten? Yeah, als het, alsof je het nog nooit geloot hebt, mijn kerel. Precies. Nou, ik heb hem nog nooit geloot. Dus, dat klopt. Excitement! Oké, Jordi. Kom hier. Jordi! We gingen graven, we gingen ons graven. Ga je graven. Ga heel mooi. Ah, wat is die diamond shovel? We hebben nog helemaal geen diamond, wat lul je? Wacht ja. Juri kan... Je moet die binnenkant even uitmijnen. Als jij die binnenkant hebt, doe ik de buitenkant. Ah, noem dat gewoon. Anus graven. Yay. Anus graven. Ik graaf niet graag, maar ik doe het toch. Anus graven. Laten we er echt een liedje van maken. Gewoon dat iemand geeft een beat. En dan... Anus. Oké, ik doe een beatbox, ja? Komt ie. Nee, gewoon een... Dan gaat iemand erover zingen, zeg maar. Dat is een beat, man. Dat is gewoon een melodie. Ja, dan doet iemand een melodie. Oh, iemand music, what the fuck up. We kunnen ook een rap doen. We doen zo... Ik kan niet meer rennen, want een kutleven heb ik. Welkom mijn anus. Het is een hele grote... anus. Wat ruikt er überhaupt op anus? Ik ben geen slap Janus. Dat is nog Janus. Ja, beste vriend, die heet Manus. Ik kom uit je anus, want we gaan naar de Danus. Alles met hem. Swag. Ja, sowieso. Dat is wel nice, Jury. Dat heb je wel goed gedaan. Ja, weet ik, heb ik zelf ingezet. Oké, we moeten nog een verdieping lager, Jury. We moeten nog gewoon alsof je nog nooit gegraven hebt. Charles, we have to go deeper. Yes, very deep. Welke coördinaten zijn jullie dan? Zijn jullie nog steeds op het punt waar jullie zeiden dat jullie waren? Ja, nog steeds. Ben je wel de juiste kant op gelopen, zeg maar? Ja, ik ben er bijna. Ik zit nu op... Oh fuck man, dit is een awesome. Een Kadabra is fucking awesome in dit spel, ja, zeg. Ja, klopt. Sowieso, je kan ze ook spannen, die Pokémon. Als je cheese spannen aan staat, kan je dus slash Pokémon en dan naam doen. Echt waar? Dat zag ik net in de comments staan. Oh, dat wist ik niet! Dus kan je alle Pokémon even zien. Oh, dat is nice. Dat wist ik niet. Hoe groot is Snorlax eigenlijk in de game? Zeg je? Best pittig groot. Hoe groot is Snorlax? Weet hoe groot Bardo is? Ze groeien ook met het level, hè. Als het groot is met het level, groeien ze. Oké, top. Dat weet je wat de grootste Pokémon is, Jordi? Weet je dat? Nee. Hij is echt 10 keer groter dan alle andere Pokémon zo'n beetje. Wailord is de grootste Pokémon. Oh ja, Wailord. Volgens mij zit hij nog niet... Dat is wel in de game, hoor. Derde generatie toch? Derde generatie zit volgens mij nog niet in de game. Oh, je hebt wel van die grote water-Pokémon's. Dat is Wailord. 20x te ver gelopen. Applaus. Ja, dat is van die Seals, denk ik. Seals? Nee, ik heb het zoveel meer, Nika. Dat is geen grote. Ja, ik heb een extra gemaakt. Hier, alsjeblieft. Shovel. Jordi, giraf. Graaf de anus. Ah, zijn anus uit, alstublieft. Graaf de anus. Hebben jullie eten trouwens? Ja. Maar je bent 20x te ver gelopen, anders hoor je ons nu al te zien. Heb je wel de goede kant op gelopen? Ik loop nu weer terug. Hoezo loop je weer terug? Ik was te ver gelopen. Maar je was 20x te ver gelopen, zei je. 120. Oh, oké, dat verklaart een hoop dan. Ik zie nu een Pokémon Center. Ja, daar staan wij bij. That's it, man. Walk to us. Bedankt voor het wachten, heren. We hebben 8 à 9 minuten lopen wachten. Die! Ik zou het niet proberen. Ik zou het niet Je moet even slapen. Er staat een bed in het Pokémon Center. Even slapen jij.
Oké, maakt het nog uit welke dingetje ik waar plant? Ja, plant ze maar gewoon hier. Het maakt nu helemaal niks meer uit. Want ik geef ze wel gewoon aan jou. We hadden normaal bordjes. Ja, is goed. Daar kun je pokeballs van maken, toch? Met Judy, graaf hem. Judy, la 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 la. Wat was je aan het doen hier? Weet ik veel. Ik moest mijn eigen graf, massagraf, alle Pokémon's die we afmaken. Oké, cool. Ja, oh, je bent een minion! Wat leuk! Nee, jij bent een minion. Wat leuk. Oh, ik ben Kuifje. Je bent een minion van... Je bent een slaap. Oh, mijn licht loopt te flikkeren. Oh nee, het gaat straks uit. Nee. Flikker. Hij zei het. Oh my god, my humor is so like you guys. Jongens, waar is het eten? Ik heb honger. Oh, hier. Hoe legit zijn die steaks verkregen? Niet legit, helemaal niet legit. Dat heb ik ook gewoon duidelijk gezegd, gecheat. Oké, cool. Ga je liggen, pet? Wat is dit? Oh, dat is een dreepmachine zeker. Cool. Ja, dan kan je tweede. Maar die zijn toch altijd boven? Livion voor jouw Squirtle. Waar is boven? Livion voor jouw Squirtle. Oké, deal. Oké. Squirt. Kom dan. Hier, kom ruilen. Ready. Hey, lieve joh. Je gaat hem heel snel wisselen voor iets anders kut. Nee, dat kan niet. Als je één keer op ready hebt geklikt, dan... Oké, dat is slim. Haha, ik heb een Squirtle. Ik heb een level 15 Leafeon, bitches. Hij heeft een kut Pokémon. Haha. Jij hebt een kut. Je kan namelijk de rest allemaal vangen in het spel. Ja, geef me even Pokéballen dan, Jordi. Dan ga ik even Pokémon vangen, jongen. We hebben geen Pokéballs, dat is het punt. We hebben ijzer nodig. Jullie weten niet... Oh, ga dan een mine maken! Nee, ga maar dat heb je vorige episode al. Dat zouden we dus doen nu, maar toen kwam jij. Hier, ik ga er achteraan. Maar jij bent stom. Nee, maar... Ja? Dus? Ja, je bent stom. Nee, maar we gaan eerst even een goede Epicorn farm maken. En dan gaan we volgen. Nee, hoor. Nee, hoor. Oh, jee, nee, hoor. Moet je zien wat ik aan het doen ben dan. Fuck Jordi, ik maak gewoon een mine, joh. Dat is gek. Wat? Ik wil wel een mine. Dit is mijn mine. Minecraft. Minecraft. Ken je die van de Nederlandse uitspraken? Nee. Oh, die heeft zo'n video gemaakt hoe die Minecraft moet uitspreken en dan zei zo... Minecraft! Een Nederlandse... Is dat zo'n account die gewoon die 4 seconden video's maakt over hoe je een woord uitspreekt? Ja, het is gewoon... Ik ken wel het Engelse kanaal, want er is een woord, zeg maar zo'n stadje. Iedereen noemt het Edinburgh, maar je spreekt uit als Edinburgh. Bruh. Dat ging ik opzoeken naar de video. En die zei ook Edinburgh. Yo, bruh. What's up, Nikke? Ik heb trouwens geen torches, maar het komt wel goed. Waar ben je dan? Met welke mine heb je gegaan? Nee, met mijn. Die heb ik gewoon recht voor een Pokémon Center. Ben ik gewoon de grond in gegaan, zo'n beetje. Hehe, je bent de grond in gegaan. Aanschaver. Aanschaver. Toerist. Hey. Pro-homo-rechten, je weet zelf. Hey, Yuri, jij bent wel een beetje een beer, hè? Wat? Rick weet wat het is, maar jij bent een beer, toch? Ja, gewoon... Oh, nee, Jordi, niet dat weer. Jordi zegt nee, je bent geen beer. Ik ben geen beer. Oh, moest je juist wel een beer zijn? Dat was nog iemand met harige mannen seks? Ja, klopt. Nee, ik dacht dat Jordi nu heel snel zei zo van, hey, ja, ik ben wel een beer. Iets met harige mannen seks. Ja, Jordi, zou ik dat zeggen? Ja, zeg maar hoor. Nee, doe maar niet. Ik doe net of ik het knip dit maar uit en dan zeg ik, ja, ik ben een beer, ja. Oh, ja, dan kan ik heel mooi editen natuurlijk. Maar nee, het gaat er dus om. Beren... Oh, de crap, de muziek begint op een gegeven moment. Masturbeertje. Oh. Oké, nou, een beer is dus een grotere, stevige man, zeg maar, met een buikje en wat hangtieten. Pardon? Die redelijk veel haar over zichzelf heeft. En Jordi, even... Heel toevallig. Zit er wel Coal en Iron in deze game, man? Ik ben fucking diep, maar ik kan me niks tegen. Ja, je moet dieper graven, dieper. Je moet dieper gaan. Best. Alleen ik heb torches nodig. Hebben jullie torches? Als je Rick, dan moet je dieper gaan. Hebben jullie torches? Nou, dat is eigenlijk de vraag voor de volgende episode, Rick. Hebben wij wel torches? Zal Rick ooit dieper gaan? Ik vind het een heel diepzinnige episode. Heeft Yuri en Soa.nl. Ja, wie wil ik nu eigenlijk gaan aanmaken? Heeft Yuri en Soa.nl en dan gewoon ja neerzetten. Die ga ik nu gewoon echt kopen, Yuri. Gaan we eens met... Ik ga solliciteren, gaan mensen opzoeken, dan krijgen ze die website. Wel, okay, heet Yuri mooi man en Soa. Niet zo mooi man. Dat is niet en zo mooi staat man. Ook ja, en dan de zaak is, dat is niet zo mooi man. Maar we weten nog niet 100% zeker of Yuri een Soa heeft. Daar komen we achter in de volgende episode. Dus, vond deze video leuk, doe dan een groen duimpje. Wil je mij zien de volgende keer? En de volgende keer zijn we terug met Pixelmon. En het antwoord op, heeft Yuri een Soa? Waarschijnlijk wel. Ja, waarschijnlijk wel. In ieder geval, tot dan. Houdoe. Later. Bye! Yeah.